En het is te hopen dat in de volgende rit geen valpartijen zich zullen voordoen. Want kijkt u met name even naar de man in de buitenbaan. Hans Magnusson uit Zweden. Vorig jaar nog niet in staat om zich een plaatsje bij de laatste 16 op het EK te verwerven. Maar dit jaar, op grond van de prestatie die hij tot nu toe heeft laten zien, ineens, ik wil niet zeggen een van de regelrechte favorieten, maar toch een man die je hoog mag zien eindigen in het klassement. Tegenstander Tom Erik Oxholm, wel bekend. De Noorse kampioen van het vorig seizoen. Maar Magnusson, wat kan die? 10-7. Magnusson is met name een man die een hele goede 1500 meter kan rijden. Dat heeft hij bijvoorbeeld voor het weekend in Davos nog laten zien toen hij onze landgenoot Vergier vroeg het nakijken had. En nu binnendoor. Een beetje voorzichtig bochtje, maar ik kan me dat een beetje voorstellen. Geen risico's. Makkelijke ritzegen voor Magnusson en de tijd. Jawel, daar staat hij. 39.84. Magnusson doet mee en blijft voorlopig meedoen. Derde tijd op dit moment voor de Zweed. En dat is prettig. 40.65 van Oxholm mag er voor hem ook wezen. Die heeft spreekwoordelijk problemen met de 500 meter, maar die zit dus in dezelfde groep zo'n beetje als Leo Visser.